Niet alleen AZ, maar ook KZ kan vandaag kampioen worden bij het korfbal. KZ, oftewel Koog Zaandijk, stond vanavond in de Ahoy-finale tegenover DOS 46. Ook vorig jaar was dat de eindstrijd. En toen was het heel close en won KZ met maar 2 treffers. Verschil met 18-16. Hoe het vanavond ging, dat horen we van Ajot Kloosterboer. Ahoy tot de laatste plek uitverkocht. 10.000 man in de korfbaltempel. Want zo mag het heten voor die ene dag. Koog Zaandijk, de ploeg in het blauw, de kampioen dus van vorig jaar in een herhaling tegen DOS 46. Beide ploegen hebben in de eerste helft allebei 2 punten voorgestaan, zijn allebei weer ingelopen. En dit is de 12-12 van Rosa-Marie Rozebeek. De mannen sneeuwen een beetje onder in de beginfase, ze houden elkaar in evenwicht. Hier Kim Koku. 14-12, voorsprong voor KZ. De vrouwen dus in een hoofdrol. Helft van de doelpunten komen van hun handen, waar het normaal 1-3 is. Peter Lageweg brengt DOS 46 iets dichterbij. DOS staat voor de 5e achtereenvolgende keer in de finale. En dat is een record. Kan nu de 3e beker binnenhalen. Tim Bakker in de 2e helft. DOS stond voorrust met 2 doelpunten voor. Dat is er nu nog maar eentje. 18-17. Kasper Boom, de man van de afstandsschoten. En daar is 19-17. Het gaat maar heen en weer in een boeiende finale. Chris Kaper. Schijnbewegingen. Maar Boom leg je niet zomaar in de luren. Een onderschepping van Kasper Boom. En een heel belangrijke onderschepping. De rebound. Het sterke wapen normaal gesproken van de ploeg uit de Zaanstreek. Koog Zaandijk. Laat het even afweten. DOS 46 dan. Met Mirjam de Klein. 20-17. Voorsprong van 3 punten. En dan is er nog maar zo'n 5 minuten te spelen. Maar in de slotfase geeft KZ alsnog gas. Met Tim Bakker. Staat 1 punt achter en maakt hier vlak voor tijd 22-22. En dan moet de beslissing komen uit de verlenging. Het is de spannendste finale in de Korfbal League sinds jaren. Begin van die verlenging. Kuipers biedt zich aan, maar Mirjam de Klein krijgt de bal en scoort. 23-22. Voorsprong voor DOS 46. Martijn Roos, invaller aan de kant van KZ. Krijgt veel kansen, maar hij scoort ze niet. Waarom Roos? De man die zo weinig minuten heeft kunnen maken in de Korfbal League. Begrijpelijk wel, want hij is klein van stuk en dus minder van nut in de rebound. Maar scoren moet je ook. En dat doet Kasper Boom. En hij beslist de wedstrijd. 26-22 in de finale. DOS 46 wint voor de 3e keer binnen 5 jaar tijd. En dus geen dubbel voor de Zaanstreek. De spannendste finale in jaren met als overwinnaar DOS 46. KZ ontroont. De beker gaat opnieuw naar Drenthe. DOS 46, landskampioen.